Welkom terug. Mijn naam is Leslie Moniz en ik ben niet alleen. Tegenover mij zit de profeet Shilo Moniz. En vandaag willen wij een thema met jullie gaan delen genaamd het hart. En ik heb een hoofdvers voor jullie in het boek van Spreuken, hoofdstuk 4, vers 23, die ons vertelt. Hallo allemaal, met broeder Merwe hier. Ik zit hier samen met profeet Shilo om met hem te spreken over zijn getuigenis en zijn bekering. We weten allemaal dat hij een dienaar van God is, namelijk een profeet. Maar we weten niet allemaal waar hij eigenlijk vandaan komt. En vandaag is dus de gelegenheid voor ons om hierachter te komen. En samen met hem zullen wij in gesprek. Want ik geloof sterk, als je zegt, iemand komt naar het ziekenhuis om genezen te worden. Ook al is iemand ongeneeslijk, Met drugs, maar het lukte niet. Met clubs, maar het lukte niet. Vrienden, het lukte niet. Maar bij de Heer zal het zeker lukken. De Heer laat niemand in de steek. Bijbel zegt niet. Ze kennen echt de persoon, Shilo Moniz. Dus wie is Shilo Moniz? Niet hoeft mee te maken. Dus open je hart nu. En we sluiten onze ogen. En zeg, Vader, help mij. Ik heb u nodig, Vader. Ik alleen kan het niet. Ja, mijn hart is gebroken. En daarom heb ik uw hulp nodig. Help mij, genees mij. Van een gebroken hart. Ik vertrouwde op de mens. Maar de mens heeft me in de steek gelaten. Maar ik weet, bij u ben ik veilig. Help mij, Heer. En we zeggen amen. Dank u wel, Heer Jezus Christus. Dit was het. En wij hopen jullie de volgende keer weer natuurlijk te zien. Waak goed over je hart, zoals de Bijbel zegt in Spreuken. En tot de volgende keer. God zegen.